You may ask what's different about Belgium today. One thing is very clear. We have many records. Sorry for the Swiss, but we make the best chocolate in the world. Premier Charles Michel heeft vanmorgen een lans gebroken voor lekkers uit België op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. Hij deed dat tijdens het zogenoemde Belgian Power Breakfast, een ontbijt waarbij ons land zich voorstelt aan mogelijke investeerders. Het is een Belgische traditie in Davos, maar het was wel de eerste keer met premier Charles Michel en Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Premier Michel wees er op de plannen van zijn regering om onder meer de loonkosten te verlagen, om zo ons land economisch aantrekkelijker te maken. Belgen are pragmatic and moreover we are very nice people. And we are modest. Your Majesties, ladies and gentlemen, we want to promote Belgium as a sexy destination for investments. Tennisster Janina Wickmayer is echt wel goed begonnen aan het nieuwe jaar. Op de Australian Open heeft ze zich geplaatst voor de vierde ronde of de achtste finales. En de laatste en ook enige keer dat ze daarin slaagde was 5 jaar geleden. Janina Wickmayer versloeg in de derde ronde verrassend de Italiaanse Sara Errani. Dat is de nummer 14 op de wereldranglijst. De setstanden waren 4-6, 6-4 en 6-3. In de achtste finales komt Wickmayer tegenover de Roemeense Simona Halep te staan, de nummer 3 van de wereld. Na de ziekte van Lyme en na zoveel moeilijke momenten is het eens zo hard genieten. Het was een ongelooflijk leuke match om te spelen. En je voelde ook aan het publiek dat ze mijn spel heel hard apprecieerden. Dat ik ervoor ging en dat ik de moed en het lef had om de match te gaan halen. En dat deed heel veel plezier.